Nou, wij zijn dat echt spuug en spuug zat. En het wordt eindelijk tijd dat het tegen deze wetteloosheid wordt opgetreden. Voor de zoveelste keer gaan ze de boel blokkeren. Het wordt zelfs de grootste demonstratie ooit. Met tenten, notabene, op de A12. Ja, dat moet gewoon stoppen. En ook vanwege het feit dat de politie gaat staken. Die hebben het volste recht om ook een keer op te komen voor hun rechten, namelijk de pensioenen. Ja, dat je het dan in je bottenhoofd haalt om dan te gaan demonstreren met alle gevaren van dien. Ja, dat is gewoon niet goed. En ik vind ook echt dat Extinction Rebellion strafrechtelijk vervolgd moet worden. Want ze overtreden keer op keer de wet. Nou, ik maak me ook echt zorgen over de veiligheid. En veiligheid van ieder, ook van de demonstranten. Ik heb vanuit de stad signalen gehad dat mensen het ook niet meer tolereren. Dat mensen het helemaal spuugzat zijn. Het is natuurlijk, ja, ze hebben al tientallen keren dit geintje gedaan. Ja, niet doen. En ik hoop echt dat de burgemeester ook desnoods het leger achter de hand heeft om de boel schoon te vegen als het uit de hand loopt. Hoe is Den Haag voorbereid op deze demonstratie als er geen politie beschikbaar is? Nou, daar laat de burgemeester zich niet over uit. Hij is in gesprek met de driehoek. Ja, ik vind dat niet een heel stevig signaal. Het signaal moet gewoon zijn, we verbieden die demonstratie. We kunnen wel voetbalwedstrijden verbieden, maar niet een demonstratie van een stelletje klimaathooligans. Ja, en de schade, iedere schade die wordt gemaakt, verhalen op de daders. En wat mij betreft is dat ook gewoon in groepsverband. Ben je erbij, dan, of was je erbij, dan ben je erbij. En zorgen dat we ze keihard gaan aanpakken.